Het derde deel van de gesprekken heeft cliënten zijn nieuw ontwerpargument ingediend, gebaseerd op twee zaken. Ten eerste op de idee van doelmatigheid. Alles wat we zien in natuur blijkt een doel te hebben. Hij verwijst naar het oog. En ten tweede de complexiteit van de natuur. De complexiteit van de anatomie van mens en dier, samen met de complexiteit van de opbouw van planten, geeft voor cliënten sowieso een gevoel van ontwerp. En hij zegt dus eigenlijk dat elk weldenkend mens onmiddellijk getroffen wordt door een gevoel van ontwerp op het ogenblik dat hij geconfronteerd wordt met die doelmatigheid en complexiteit in de natuur. Ik heb opnieuw een PowerPoint-presentatie in PDF op mijn website gezet. Het is wel belangrijk om samen mij daarin te volgen, zodat je de draad van het verhaal niet kwijtgeraakt. Demea heeft in het derde deel ook geantwoord en heeft eigenlijk opnieuw gewezen op de zwakte van de menselijke reden. En hij dreigde eigenlijk terecht te komen in een volstrekt agnosticisme waaruit hij zich gered heeft door te zeggen dat menselijke eigenschappen wel degelijk kunnen gebruikt worden om goddelijke eigenschappen te beschrijven, maar dat we tegelijkertijd moeten weten dat we niet echt kunnen uitleggen wat dan juist bijvoorbeeld rechtvaardigheid betekent op goddelijk niveau. We kennen de rechtvaardigheid van de mens, maar we mogen dus die rechtvaardigheid transponeren naar het goddelijke niveau vanuit het besef dat we eigenlijk nooit gaan weten wat dat exact gaat inhouden. Daar eindigt het derde deel mee. Nu, het vierde deel opent met een vrij bruske aanval, want Cleantes gaat de zaken echt op scherp zetten en gaat Demea uitdagen en gaat gewoon zeggen, kijk, jullie mystici, jullie gaan eigenlijk, of jullie verschillen helemaal niet meer van sceptici, want jullie argumentatie komt op hetzelfde neer. De mystici zeggen, God is zodanig onbegrijpelijk, het goddelijke is niet te vatten vanuit de menselijke reden. En de sceptici en atheïsten gaan zeggen dat de eerste oorzaak volstrekt onbekend is en onbevattelijk voor de mens. Met andere woorden, mysticus en atheïst is eigenlijk hetzelfde. De enige oplossing die er is om over het goddelijke te spreken en over de goddelijke geest te kunnen spreken, is te starten, aldus Cleantes, vanuit de menselijke geest. En hij zegt daar zeer abrupt bij, kijk, ik ken ook maar één geest, dat is de menselijke geest. Ik ken geen dierlijke geest, ik ken alleen per analogie de menselijke geest, zie je? En van daaruit kan ik dan redeneren wat het zou moeten zijn om bijvoorbeeld in een goddelijke situatie terecht te komen. Dus de menselijke geest is het enige referentiepunt vanuit de ervaring waar we over beschikken en dus moeten we sowieso daar gaan vanuit starten. Nu, Demea gaat antwoorden op cliënten en zeggen, ja, maar in dat antropomorfisme dat jij naar voren schuift, zitten ook ongelooflijke gevaren. En hij gaat in zijn antwoord raken aan een heel oude discussie binnen de filosofie die gaat over het goddelijke, die ook terug te voeren is op Plato onder andere. En dat gaat een discussie zijn die draait rond standvastigheid, statisch zijn ten opzichte van beweging. Daar gaat de discussie rond draaien. Ik ga even lezen wat Demea zegt. Wat is de ziel van een mens? Een samenstelsel van verschillende vermogens, emoties, gevoelens, ideeën, weliswaar verenigd in één zelf of persoon, maar toch van elkaar onderscheiden. Wanneer ze redeneert, voegen de ideeën die de onderdelen van haar uiteenzetting vormen, zich in een bepaalde vorm of orde, die geen moment in haar geheel wordt gehandhaafd, maar onmiddellijk plaatsmaakt voor een andere ordening. Opnieuw wil ik erop wijzen dat Hume heel wat van zijn opvattingen verspreid heeft over de verschillende dialoganten en dat zijn ideeën over hoe dat die menselijke geest effectief redeneert, dat die heel sterk overeenkomen met wat Demea hier ook zegt. Een van de zaken die Hume ook beschrijft is hoe wij komen tot een persoonlijke identiteit. En opnieuw zal hij de stelling naar voren schuiven dat de persoonlijke identiteit eigenlijk een fictie is. Want inderdaad, we hebben vluchtige ideeën, wij veranderen ook, we hebben emoties die een licht doen schijnen op ons redeneren enzovoort enzovoort. En dus met andere woorden, de menselijke identiteit, het ik, is een fictie. Maar de vraag natuurlijk die je kan stellen, dat is een vraag die Hume-commentatoren zeker bezighoudt, is als je stelt dat de identiteit een fictie is, of dat je dan afbreuk doet aan die identiteit, ja of nee. Ficties kunnen soms enorm sterk zijn.
En dus wat Demea hier zegt is enerzijds heel sterk gelijkend op wat Hume beweert, onder andere in de treaties. Maar tegelijkertijd geeft hij al een eerste aspect aan. De menselijke ziel, de menselijke geest is beweging. Daar is geen standvastigheid in. Zie je? En dan stelt hij de vraag, hoe is dit in overeenstemming te brengen met die volmaakte onbewegelijkheid en eenvoud die alle ware theïsten aan de godheid toeschrijven? Met andere woorden, het volmaakte zit in iets dat statisch is, in iets dat onbewegelijk is. Demea gaat dat uitleggen waarom dat zo is. Hè? In één en dezelfde handeling zeggen de theïsten, hè, zeggen zij, ziet hij, God dus, het verleden, heden, toekomst, zijn liefde, zijn haat, zijn medelijden, zijn rechtvaardigheid vormen één enkelvoudige act. Dus met andere woorden, er is geen evolutie. Want als er een evolutie is in het goddelijke, en die evolutie gaat in de positieve of in de negatieve zin, uiteraard, hè, dan is er een onvolmaaktheid. Want als hij naar een positieve zin evolueert, ja, dan betekent hij dat hij op een bepaald moment in de tijd niet af is. En dus moet evolueren naar een volmaakter stadium. Of, in het slechtste geval, als hij vanuit het volmaakte stadium terugkeert naar een onvolmaakter stadium, sowieso is er altijd op een bepaald moment een vorm van onvolmaaktheid in het goddelijke aanwezig. En hier zegt Demea, kijk, in die standvastigheid, in dat statische, zit eigenlijk alles tegelijkertijd in, zowel liefde als haat, zoals toekomst, verleden, enzovoort, enzovoort, in één en dezelfde act. Dus met andere woorden, in één punt, hè. Alles wordt samengebald in één punt. Het verleden, heden, toekomst, de haat, de liefde, de vriendschap, alles wat je maar kan indenken van menselijke eigenschappen die je dan transponeert op het goddelijke niveau, die worden bij elkaar gebracht en die worden in één punt geplaatst, zodanig dat het volmaakt is. En later zal Demea beargumenteren, en hij plaatst zich daarmee in een lange traditie, dat dit volmaakte per definitie ook bestaan moet impliceren. Want indien dat bestaan niet zou geïmpliceerd zijn in dat volmaakte punt, ja, dan is het weer al niet volmaakt. Zie je? Hij is geheel in ieder punt van de ruimte en volledig op ieder moment van de tijd. Geen opeenvolging, geen verandering, geen vermeerdering, geen vermindering. Wat hij is, bevat geen spoor van onderscheid of diversiteit in zich, zegt Demea als antwoord. Ja, ja, dat is natuurlijk, ik heb er juist ook gezegd, hij plaatst zich daarmee in een lange traditie. Bij Plato zijn de ideeën die het goddelijke statuut hebben evenzeer eeuwig en onbewegelijk, zie je? Cleanthes impliceert of repliceert daarmee een heel interessante gedachte. Hij zegt, als dat zo is, dat het goddelijke denken, dat dat één punt is, dat daar geen beweging in zit, ja, is dat dan nog wel denken? Want is denken niet per definitie een proces dat afgelegd wordt? En op het ogenblik dat dat proces zich niet kan afleggen, ja goed, is er dan wel sprake van denken? Hm? Dus hier gaat dat nogal vrij sterk gaan uit de hoek komen. Ik lees even voor. Ik kan er geheel mee instemmen, zei Cleanthes, dat degenen die verklaren dat het hoogste wezen zo volmaakt eenvoudig is als jij, Demea, hebt uiteengezet, ware mystici zijn en beschuldigd kunnen worden van alle consequenties die ik uit hun opvatting heb getrokken. Ze zijn in één woord atheïst zonder het zelf te weten. Want al geven we toe dat de godheid eigenschappen bezit waarvan we ons geen begrip kunnen vormen, dan mogen we hem toch geen eigenschappen toeschrijven die absoluut onverenigbaar zijn met die intelligente natuur die essentieel is voor hem. Een geest waarvan daden en gevoelens niet onderscheiden en opeenvolgend zijn, die absoluut eenvoudig en onbewegelijk is, is een geest die geen denken, geen reden, geen wil, geen gevoel, geen liefde, geen haat bezit. In één woord, het is geen geest. En Cleanthes zegt, als je dat spelletje speelt, is het eigenlijk een misbruik van woorden dat je maakt. En dus, hier wordt een heel interessante discussie geplaatst, die volgens mij ook heel veel
ja, gevolgen heeft voor het denken bijvoorbeeld in de Bijbelse traditie. Hè. Niet zelden wordt in de Bijbelse traditie, maar ook in de islam, wordt God voorgesteld zoals de Maya hem voorstelt als een volmaakt wezen waar geen enkele evolutie in zit. En dat is een interessante vraag of dat je inderdaad vanuit het Bijbelse denken ook niet tot de tegenovergestelde conclusie kan komen dat God een dynamisch iets is, of iemand, hoe je het dan ook beschrijft. Hè. Dat God opnieuw in zijn relatie tot de mens zichzelf ook ontplooit. En je ziet effectief ook in het Oude Testament dat vanaf het ogenblik dat God samen met de mens op pad gaat, het proces om tot ergens iets te geraken veel moeizamer verloopt dan op het ogenblik dat God helemaal alleen handelt, bijvoorbeeld in Genesis 1. En dus je zou perfect Bijbels kunnen ondersteunen dat God in zijn relatie met de mens meer God wordt, terwijl de mens in zijn relatie met God meer mens wordt. In het volgende videootje antwoordt Philo op het debat tussen Demea en Kleanthes.